Ja, Maurice, we staan weer op een groene weide, hè? Er is weer kleur in de geuzelt. Ja, na een paar weken is het wel weer fijn om groen te zien. Ja, ja, voetballen kan nog niet, hè, want het ligt nog niet strak en de lijnen zijn nog niet overal. En de goals staan er ook nog niet. Ah ja, goal, niet te vergeten. Ja, ja klopt, ja. Nee, nou ja, goed, daarom gaan we vrijdagavond naar de Kromme Dijk, naar Utrecht. Dordrecht. Naar Dordrecht. Ja, ja, statistieken zeggen jou niks. Ik heb even nagekeken. 12 wedstrijden, de laatste 12 wedstrijden, heeft MVV 11 keer gewonnen. Dan weet ik dat de statistiek bij Venlo eigenlijk precies andersom was. En dan zijn we gaan winnen. Ja, ja, ik heb ook wel eens gezegd, statistieken zijn om te veranderen. Maar aan de andere kant, statistieken zijn ook om het door te kunnen trekken. Maar goed, nou ja, het wordt gewoon een interessante wedstrijd. Dordrecht is vernieuwd. Samenwerken met Feyenoord. Spelen een ander systeem dan ze het afgelopen jaar deden. Gewoon weer 4-3-3. Een beetje het idee wat Feyenoord doet. Nou ja, interessante wedstrijd. Aardig voetballende ploeg. Ja, MVV heeft de voorbereiding gehad. We hebben één competitiewedstrijd gehad. We hebben tussendoor nog een soort oefenmatch gespeeld. Sint-Truiden. Hoe ver is MVV op dit moment? Nou ja, na de wedstrijd TVV hebben we dan inderdaad die wedstrijd tegen Sint-Truiden gespeeld. En daar hebben we alweer stappen in de goede richting gemaakt. In speelwijze ontwikkeling, balbezit, balverlies. Dus ja, en ook weer met een beoogde basisopstelling. Of in ieder geval veel jongens met die aanmerking komen voor de basis. Ja, je ziet dan ook alweer dat de automatismes langzaam aan het komen zijn. Hoe ver zijn we? Nou ja, we zijn op de goede weg. Maar we moeten nog heel wat stappen maken. Ja, de selectie, is die compleet? Ja, selectie is compleet. Vorige week is dan ook Toenan aangesloten, Taski. Daarnaast is Mart Reemans vrijgegeven van blessure. Die heeft ook de eerste minuut al gemaakt, dus die kan er ook mee. Dus op dit moment hebben we geen blessures. Dus ja, dat is ook nieuwe, al fijn. Twee nieuwe flankaanvallers er weer bij. Ja, nieuw, Mart natuurlijk niet. Ja. Maar de sneller terug dan gedacht. Ja. Aan de andere kant heb je dan Toena. Toena, ja. Starten ze alle twee of zeg je van, daar moet ik nog even over denken? Nou, daar moet ik sowieso wel over nadenken. Alleen voor Mart zou het nog te snel komen. Omdat hij net vrijgegeven is en hij heeft vorige week 30 minuten gemaakt. Dus die moet nog wel wat aan zijn fitheid werken. Maar hij kan in ieder geval minuten maken. Ja, een uitslag, kan ik je daartoe verleiden morgen? Of zeg je, nou, alles 3 punten, goed. Nou, we willen voor een goed resultaat gaan. En in ieder geval ook dat we weer de lijn doortrekken die we tegen Venlo en tegen Sint-Truiden hebben ingezet qua speelwijze. Maar ja, we gaan wel voor een resultaat, absoluut. Succes. Dankjewel.